de enkele en de dubbele schootsteek. De schootsteek kan je gebruiken om een dikke lijn aan een dunne lijn vast te maken. Je begint door van de dikke lijn een lus te maken. Dan komt de dunne lijn van onderuit door de lus heen. Vervolgens gaat de dunne lijn onder het uiteinde van de lus heen. Nu komt de belangrijke stap, want de dunne lijn gaat niet terug de lus in. Nee, hij gaat onder zichzelf door. En vervolgens hoef je hem alleen nog maar aan te trekken. En dan heb je de enkele schootsteek. Omdat de enkele schootsteek los kan schieten onder veel kracht, kan het handig zijn om voor de zekerheid een dubbele schootsteek te maken. Deze is niet veel moeilijker. Je geeft simpelweg iets meer lijn. Je haalt vervolgens nog een keer de dunne lijn onder de lus door. En dan ga je nog een keer met de dunne lijn onder zichzelf door. En dan hoef je hem weer alleen maar aan te trekken. Je ziet heel duidelijk dat hier nu twee lijnen lopen. Dus dan heb je succesvol de dubbele schootsteek gemaakt.